De 40-jarige Pascal uit Tanzania kookte voorheen boven open vuur. De lucht was ongezond en zorgde voor allemaal aanslag op de muren in zijn huis. Om te kunnen koken moest Pascal elke dag hout halen uit het bos. Ook duurde het erg lang om een maaltijd te bereiden boven open vuur. Hierdoor kostte het koken Pascal en zijn gezin elke dag veel tijd. Er was minder tijd om te werken en om naar school te gaan. 2 jaar geleden kwam Pascal in aanraking met het programma Clean Cooking en kreeg hij een stoof. De lucht in huis is nu veel schoner en het gezin heeft minder last van ziektes. De kinderen zijn op tijd op school, omdat er niet meer naar hout gezocht hoeft te worden en het eten veel sneller klaar is. En Pascal heeft door de komst van de stoof meer tijd om te werken. Hierdoor kan hij beter voor zijn gezin zorgen. Doe ook mee. Klik naar onze website en doneer, zodat we meer mensen kunnen helpen bij een beter en gezonder leven.